De economie vandaag. De aarde wordt uitgeput. Van haar grondstoffen worden producten geproduceerd, gebruikt en weggegooid. Dit alles aan een zo laag mogelijke prijs. Die cyclus is niet alleen vervuilend, maar ook niet duurzaam voor een planeet met gelimiteerde grondstoffen. Dit kan dus beter. Heeft u al over de circulaire economie gehoord? Producten blijven langer in de economie en aan het einde van hun leven worden ze hergebruikt, hersteld, opgeknapt en gerecycleerd. Zo krijgen ze een tweede leven. Een echte circulaire economie zou Europa een economische boost van 1.800 miljard euro kunnen opbrengen. Dat is hetzelfde bedrag als de hele Italiaanse economie. Het zou ook goed zijn voor het milieu. Minder schade door het ontginnen van grondstoffen. De luchtkwaliteit zou verbeteren door het beperken van afvalverbranding. En dankzij het voorkomen van giftige stoffen in onze bodem door het verbieden van stortplaatsen. Maar hoe zit het met mensen? Er wordt geschat dat voor elke 10.000 ton afval één job gecreëerd kan worden wanneer het afval verbrand wordt. 6 jobs indien er gestort wordt. 36 wanneer het gerecycleerd wordt en 296 als het hergebruikt wordt. Voorbeelden in heel Europa tonen aan dat als mensen en sociale ondernemingen de kans krijgen om mee te doen aan de circulaire economie, iedereen zal genieten van de ecologische, sociale en financiële voordelen ervan. Op 2 december 2015 heeft de Europese Commissie het circulaire economiepakket gepubliceerd, maar de burgers komen pas op de tweede plaats. De Groenen pleiten ervoor om meer rekening te houden met de belangen van burgers in de circulaire economie en vragen een betere ondersteuning voor burgerinitiatieven en sociale ondernemingen en een sterkere focus op groene werkgelegenheid. Daarom roepen de Groenen op tot 5 aanpassingen in het pakket. Meer info op circular-economy-now.eu.